ladies and gentlemen, there she is, Natalie Lacoma. Oh my god. Als ik alles zo van dichtbij zie, Natalie, dan hoop ik niet dat je zo direct duikt op onze man die op 4 meter diepte ligt, onze cameraman. Want dan lig je namelijk echt in Natalie Lacoma. Maar goed, dat geheel terzijde. Ik denk, ik ga zelf even praten, want je moet als je zo'n trap oploopt even op adem komen. Ik weet dat je staat te sterven van de zenuwen. Aan je uiterlijk ligt het niet. Nee. Aan je haar ligt het ook niet. Nee. Aan je borsten ligt het zeker niet. Zeker niet. En aan je inzet ook helemaal niet. Absoluut niet. Blijf even rustig. Ik weet dat zingen, daar hou je ontzettend van. Give me a couple of lines, baby, and you're gonna sing for us. Dames en heren, een paar heerlijke regels van Natalie om even te ontspannen. Daar komt die baby. Sing it. There's a leak in this old building, yeah. And my soul, Ik moet je zeggen, wat dit betreft ben je al door. Maar wat voor sprong ga je maken, schat? Hurk Dijk. U heeft het gehoord, dames en heren. Een hurk duik. Ik wens je enorm veel sterkte. Don't cry. Come on, baby. You're gonna make it. Diep ademhalen. Alles zit nog vast, hè? De pruik is goed blijven zitten. Ja, maar dit is niet de pruik, hoor. Als het de pruik is, dan heeft hij mij al lang verlaten in het water. Maar die zit nog vast, dit is wat anders. Ben je tevreden? Nou, ik ben tevreden dat ik eindelijk heb gesprongen. Ik was zo bang. Annalisa heeft alles verpest! Annalisa heeft alles verpest. Nou, we gaan gewoon even luisteren naar de jury. Wie weet krijg je ook fantastische punten. We beginnen met Frans. Ja. Pruik goed. Zangen fantastisch. Show goed. Maar de sprong was ook best wel goed. Je gebruikt de vering van de plank goed. Want daar is het ook een veerplank voor, een springplank. Je laat een duidelijke hurk zien. En dat is toch heel belangrijk bij een sprong. Kiezen, gehurkt of gehoekt. Dat was gehurkt. Landing sla je door, dus hij is niet helemaal onder controle. Kost je wat punten, maar je mag trots zijn. Dank je wel. Inge, heeft Natalie zich in de schijnwerpers gesprongen? Ja, dat zeer zeker. Kijk, Natalie is natuurlijk een dame die houdt van aandacht, van show en in de spotlight staan. Dat moment heb je gepakt. Maar het gaat natuurlijk ook wel een beetje om het totaalpakket. Jouw moeilijkheidsgraad en de keuze van je sprong was natuurlijk vrij simpel. En ja, die vond ik eerlijk gezegd niet heel erg indrukwekkend. En je sloeg natuurlijk best wel flink over. Maar ik vond het wel gedurfd, want ik weet hoe bang je was voor deze show. En ik ben toch trots op jou. Dank je. Maar hoe vertaalt zich dit in de punten, Inge? Ja, ik denk dat ik dit genoeg vind voor een 6. Dank je. Tevreden mee, een 6? Ja, ik ben tevreden. Dit is niet mijn specialiteit. Mijn specialiteit is op het podium. Maar 6, ik ben blij mee, hoor. Dirk, ga jij daar overheen? Ja, fantastische show. Je ziet er waanzinnig uit. 5,5.
gaat er iets onder zitten. Nou, Frans. Ja, ik ben het niet eens met mijn collega's. Dit keer, normaal gesproken wel. Maar ik zie gewoon echt wel een goede sprong. Een echte hurkduik. Ik ga voor een 6,5. Ze maakt een kleine buiging. Ze is er tevreden mee. Maar dit zijn nog niet alle punten natuurlijk. We kijken even naar het stemvak. Dames en heren, het is nu jullie beurt. Jullie mogen een cijfer geven voor de sprong van Nathalie. En dat is gebeurd. Oh, je krijgt nog eventjes een rokje om. Waar brengen de jurypunten jou in het voorlopige juryklassement? Laten we even kijken. Nathalie Mekoma, met 18 punten sta jij op een derde plek. Happy enough? I'm happy enough, hoor. Maar straks gaan we nog zien of daar verandering in komt als we de punten van ons speciale stemvak daarbij optellen. Voor nu is het even lekker bijkomen voor jou en afwachten hoe je medekandidaten dat doen. Mag een groot applaus voor Nathalie! Applaus.